Oh hey, vandaag heb ik Arnold weer aangenomen. Hij is de nieuwe tweede baas van de Hassan Store. Hij is nu bezig met winkels overvallen. Volgens mij is hij nu bij bol.com en hij is daar op zoek naar merchandise en games en zo. Ik ben benieuwd hoe laat hij terugkomt. Hey Hassan, ik heb een nieuwe games. Hier, kijk, het is Mario Maker 2. Ik weet niet of je wat vindt. Wat is dit? Ik weet het ook niet. Game zit erin, dus... kijk. Hoe kan dit beter zijn dan dit? Nou ja, niet de 3DS, maar deze. Want, ik bedoel... Vervolgen zijn bijna nooit goed. Ik bedoel... Hoe kan dit goed zijn? Ja, ik weet niet hoor, maar... Mario Maker 1 wordt al... voor 50 euro verkocht. Dit komt toch nooit de winkel uit als het zo slecht is, want... Ik denk dat ik hier gewoon een prijskaartje van 5 aan ga doen. Dit wordt maar 5 euro. Meer gaan ze echt niet hiervoor betalen. Oké. De volgende plek waar ik wat ga kopen. Ik weet niet, maar. Is eBay. Hopelijk hebben ze daar geen goede politie bij het hoofdkantoor of zo. Of niet eigenlijk. Maar. Zou wel. Daar gaat dan. Ze hebben een goede politie! Ze hebben een goede politie! Ja! 5 euro. Deze game is echt niks waard. Niemand gaat dit kopen. Nu wat doen wij daar? Ruud, weet je dat jij man niet ziet, hè? Man? Ja, man. Hij kijkt naar mij. Oh, Ali bedoel je, ja. Ruud, wat Ali? Ik zit daar door mijn ding te doen en hij zit te kijken. Ja, denk je niet zo normaal? Sorry, maar meneer, Ali heeft een zware jeugd gehad. Laat me... Ja, weet je zeker? Ja, ik weet het zeker. Je hebt hem ook nog ingehuurd. Meneer, hij kan geen baan vinden. Oké. Jij moet er nu een beetje opletten voor hem. Meneer, ik wil die spullen halen daar. Ik ben al bezig met hulp naar hem zoeken, ja? Meneer, ik zeg tegen jou, ik wil een spel halen. Die spel daarop. Super Mario Mickey. Drake en Josh? Nee, Super Mario Mickey. Mario Maker, Ja, trader. Deze? Ja, broer. Ik weet niet, maar deze is echt fucking slecht. Dit is de tweede deel. Is nieuw, hè? Is fucking duur. Niet eens normaal. Ik ga nu halen. Ik kijk eens, ik heb 5 euro voor jou. 5 euro? Oh! Ja, broer, kijk eens, ik heb voor jou 5 euro. Ik weet niet meneer, maar hier staat... 500 euro. Broer, jij weet het zeker, ik heb dat gezien. Ik ben niet blind, hè? Meneer, u ziet toch, hier staat 500 euro. Blind! Er stond geen 500 euro, er stond 5 euro. Er staat... Broer, jij denkt, ik ben gek. Meneer, als u zo tegen mij gaat schreeuwen, dan mag u weg. Broer, ik kan uw politie meneer, bellen. Meneer, ga maar weg. Dat wordt raadje. Ja, meneer, ja. Jongen, meneer. Ik ga op beroffen. Doe normaal, man. Meneer, doe normaal. Ik kan ook de politie bellen voor dit. Sommige klanten, Luigi... Sommigen doen gewoon veel te moeilijk. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn om gewoon een game te kopen voor een normale prijs? Echt waar hoor. Ik begrijp er niks van. Dit is heel mooi. Dat is niet normaal. Waarom moet deze knuffel altijd va... Godverdomme.
Het was zeker weer een droom. Ga ik slapen. Wat een scheidknuffel. Ah, wat de tel. Is dit? Niet jij, Luigi. Waarom voel je je altijd zo aangesproken? Jee, mijn favoriete game. Meer. Deze had hij wel mogen houden. Wat moet ik... Ja. Oh, mama.